En we hebben alle soorten boeken ter uitleen. Het is van borduren, naaien, quilten, kantklossen. Je kunt het zo gek niet noemen. We hebben poppen, het kleding maken, klederdrachten. Het zijn allemaal hier te leen. Dit is een boek wat we onlangs via een schenking binnengekregen hebben. Het is een kopie van een boek uit de DMC-serie. Maar dat is niet zo bijzonder. Maar wat ze gedaan hebben is een hele mooie kaft gemaakt met een kantklosmotief erop. En dat is het bijzondere aan dit boek. Dus dat wordt door ons niet uitgeleend, maar dat komt in de bibliotheek als zijnde ter inzage. En dan hebben we hier een schenking. En dat is in leer gebonden. En dat is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het kantsalet. En dat heeft iemand cadeau gekregen, maar helemaal in leer gebonden. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dan hebben we hier nog een boek uit 1905. Een boek over kantklossen. En echt de hele geschiedenis van de kantklossen. En zoals toen gebruikelijk was, een prachtige kaft van de boeken. 1901. En dat is ook in het Duits, de geschiedenis van de kantklos. Maar daar hebben ze allemaal aparte platen bij gedaan. En daar is op foto de hele ontwikkelingsgeschiedenis van de kantklos gezet. Deze. En dit is een jasje in de kantklossen. En dit zijn kleedjes. En dan hebben we dit nog onlangs via een schenking gekregen. En dat gaat over de klederdrachten. Volker Alter und Neuer Zeit. En ook de oorlogskleding wordt daarin beschreven. Maar zoals je ziet is het boek wel heel slecht in de wand. Dus dan moeten we toch iets op gaan verzinnen. Dat dat misschien opnieuw gebonden gaat worden. We krijgen heel veel schenkingen binnen. Waar onder andere dit boek er eentje van is. Maar er zijn ook, en het meeste nemen we wel op in de bibliotheek. Maar we hebben ook boeken die we dubbel hebben. En die gaan allemaal de verkoop in. Dat is hier bijvoorbeeld een poppenboek. En hier hebben we een basistechnieken textiele werkvormen. En dat gaan we allemaal verkopen. Dit is het naaien van kleding. Dat is Engelstalig. Maar dat maakt verder niet uit als de patronen er maar goed in staan. En dan heb ik hier nog een boekje van volle moderne kleding maken. Dus je ziet, je hoeft niet alles weg te gooien. Je kunt het ook gaan gebruiken voor iets moois nieuws van te maken. Alleen hebben we één afdeling en die zijn de bijzondere boeken. Die zijn hier alleen ter inzage, maar niet te leen. En zo is, dit is mijn domein hier waar ik mijn werkzaamheden doe met heel veel plezier.